module marketing en innovatie is zeer interessant voor de publiek-private sector. Juist omdat bij waardegedreven werken moet je dus afvragen welke waarde wil ik creëren? Welke klant komt hierbij kijken? Welke producten heeft deze klant nodig om daadwerkelijk een maatschappelijk effect teweeg te brengen? Mijn naam is Henry Robben en ik ben hoogleraar marketing aan Nijrode. Binnen Nijrode verzorg ik binnen het modulaire MBA een module die heet Marketing en Innovatie in de publieke en private sector. In die module breng ik deelnemers en docenten bij elkaar om na te denken over hoe zitten die interfaces tussen marketing en innovatie in elkaar. Wat de deelnemers mee naar huis nemen is een beter begrip van marketing en innovatie. En wat ik van de deelnemers terughoor is dat ze na de module beter in staat zijn om effectiever te werken met marketing en innovatievraagstukken in hun organisaties. Samen slijp je je strategie scherp. Ja, dan kom je wel tot een mooie opzet en die gebruik ik ook continu. Dezelfde denkstappen in ieder vernieuwend project. Dus ik heb er echt heel veel aan gehad. Ben je geïnteresseerd in marketing en innovatie in de publieke en private sector? Registreer je dan voor deze module.